Like challenge. Like de video als jij kan lezen welke kleur hier staat. En laat het dan in de comments achter. Ik ben Blue en daarom is het tijd om te verhuizen. Als ik door deze magische deur loop, komen wij bij ons nieuwe huis uit. 3, 2, 1. Oh, nee. Het is letterlijk een spookhuis. En dit is waar we in deze video gaan wonen. Ik wil dat we in dit spookhuis de allerengste huisdieren in Roblox hebben. En het is bijna Halloween, dus dat moet goed komen. Ik weet niet of een spinnenwebbed lekker ligt. We moeten de pijlen volgen. En no way. Ik dacht dat ons huis eng was. Maar dit ziet er nog een stukje enger uit. Hier binnen zitten de allerengste pets in Adopt Me. Ze zijn zo mega eng dat ze na Halloween allemaal weer verbannen worden. En daarom wil ik er zoveel mogelijk adopteren. Oké, de eerste is dit huisdier. Wat bestaat uit 3 huisdieren in 1. Dit lijkt mij een perfecte voor Oranje. Let's go. Oh man. Hij is veel te duur. Oké, we gaan even verder kijken. Een slak. Oranje is veel te snel. Hij kan wel een langzame handlanger gebruiken. We hebben letterlijk onze eigen slak. Maar dan vind ik het eigenlijk wel grappig. Als Oranje daar straks op kan rijden. Oh man, ik weet niet of Oranje dit leuk gaat vinden. Maar de slak drinkt de potion. En zodra hij die op heeft, kunnen we er letterlijk op rijden. We hebben onze eigen slak. Oké, dit is geniaal. Maar wat is dit? De lava draak. Het perfecte huisdier voor groen. Groen kan namelijk niks zien. Dus deze draak kan hem dan overal naartoe vliegen. Oh man. 1000 Robux. Ah, vooruit. Oh, dit is zo gaaf. Alleen voordat Groen hierop kan vliegen, moeten we de draak eerst een potion geven. Oké, daar gaan we. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar alsjeblieft draak. Hij drinkt de potion op in 3, 2, 1... No way. Oké, we gaan kijken of het werkt. Wow! Oké, dat is wel echt super gaaf. Dus we hebben nu een huisdier voor Oranje en voor Groen. Alleen blauw en paars hebben nog niks. En omdat ik zelf blauw ben, kunnen we nu gelijk de leukste uitkiezen. Wat dacht je van deze slang? We halen er nog meer snoepjes bij. En in 3, 2, 1... We hebben de slang! Oh, kijk dan! Hij glibbert letterlijk achter ons aan. Dat ziet er best wel cool uit. Maar nu dus alleen nog maar een huisdier voor paars. Oh man, maar ik vind deze zo gaaf. Oké, dit wordt het duurste huisdier ever in Roblox. Maar we moeten ervoor gaan. Eigenlijk zijn het 3 dieren in 1. Oké, ik heb precies genoeg om hem mee te halen. Oh, snap. Oké, dit is sowieso mijn favoriet. Het is letterlijk een soort van leeuw met een... Wat is dat? En een slang. Maar nu is de grote vraag. Wil blauw hierop rijden of vliegen? Rijden. Dus we halen er weer een potion bij. En die geven we aan ons rare ding. Ik bedoel, wat is het? Het zijn letterlijk 3 dieren in 1. Bedenk er een naam voor in de comments. Oké, als het goed is... Oh, snap. Dit is zo gaaf. Oké, ik moet eerlijk zeggen. Dit is sowieso mijn nieuwe favoriete huisdier in Adopt Me. Ook al is het eigenlijk het huisdier van blauw. Ik ben jaloers. Maar nu hebben we dus eigenlijk voor iedereen een huisdier. Maar wacht eens even. We hebben hier een potion en een ballon in 1. Oké, dat is wel heel gaaf. Maar nu is het tijd voor mijn Roblox karakter. Oké, waarschijnlijk zijn wij super bang in dit spookhuis waar we nu wonen. Wauw, dit ziet er zo creepy uit. En natuurlijk... Oh, we hebben een kelder. En natuurlijk ons huisdier, wat best wel raar is. Ik bedoel, het zijn 3 dieren in 1. Dat mag je wel raar noemen, toch? En we zitten hier letterlijk in een soort van paddenstoelenbad. Ik wil eruit. Als jij een cijfer zou moeten geven voor dit huis, wat zou het zijn? Laat het in de comments weten. Ik hoop dat Blue het niet erg vindt dat we even zijn huisdier gebruiken als ons vervoer. Want als alle Rainbow Friends een nieuw huisdier krijgen, vind ik dat wij er ook één verdienen. Alleen wij hoeven geen eng huisdier, dus wij gaan gewoon de dierenwinkel in. Oh ja, trouwens, ik heb iets bijzonders gekregen. Dit is namelijk de VIP in Adopt Me. En we hebben hier allerlei soorten schattige... Zijn dat hondjes? Een soort van. En daarvoor hebben wij dit gouden bot nodig. Wat we op de grond gooien. En wij krijgen... Oh, we hebben deze gekregen. Die is super, super cute. Het is niet de gouden, maar ik vind hem echt heel lief. Oké, we verlaten de VIP. En we gaan kijken of wij een leuk huisdier kunnen krijgen. Geen enge. Oké, daar gaan we. Ik ben serieus een beetje zenuwachtig. Welke zit erin? Ik hoop niet dat het eng is. Oh, we hebben een mol gekregen. Die is te schattig. Oké, nog 1 huisdier dan. Ik bedoel, hey. We hebben er ook meerdere gehaald voor de Rainbow Friends. Ik hoop alleen niet dat we weer een mol krijgen. Is. Oeh, wat is dat? Een kever. Oké, die vind ik echt heel gaaf. Welke huisdieren waren leuker? Die van mij of de Rainbow Friends? En om het nog iets spannender te maken, hebben we dit. Dit is letterlijk Blue als knuffel. We hebben hem hier in het groen. We hebben hem zelfs in het rood. Of is dit groen? Wacht, was dat blauw? Oh, dat was blauw. Sorry, het lijkt op elkaar. En dan hebben we daar de oranje. Oh man, dit is letterlijk een levende knuffel. Maar het gaafste van allemaal is deze robot Blue. Ik heb het al vaker gezegd. Rood is altijd bezig met het bedenken van nieuwe plannen. En zijn volgende plan is het maken van Rainbow Friends rood.
robots. En dit is min of meer het prototype. En ik wil die natuurlijk uittesten. Oh, wat? Eigenlijk kost het 700 Robux. Maar ook al heb ik dat niet gegeven, heb ik het alsnog gekregen. Oké, dat is chill. We zijn gratis veranderd in een robot. Waarschijnlijk komt die glitch dus, omdat dit de allereerste robot is van rood. Oké, daar gaan we. Oh, dat is wel gaaf. Oké, maar omdat we deze gratis hebben gekregen, ben ik wel zo aardig om nu te kijken of we misschien toch ook de blauwe knuffel kunnen zijn. Oh man, ik ben benieuwd of dit gaat werken. Wacht, wat? Come on. Oh, het is gelukt. Wow. Dit is letterlijk de gaafste knuffel ever. Maar hoe ziet de jumpscare eruit? Eng. Dat is hoe die eruit ziet. Maar dat is niet het enige. Als we namelijk deze kant op lopen, dan kunnen we een kijkje nemen naar alle mislukte experimenten van Rood. Rainbow Friends die niet luisterden, waardoor die ze achter slot en grendel heeft moeten zetten. Oh my gosh, dat is de engste blue ever. En welke hebben we nog meer? We hebben hier een mislukte groen. Tenminste, zou Rood hebben gezegd. En dan hebben we... Nee, oranje. Maar wacht eens even. Ik kan hem letterlijk uit deze kooi laten voor 50 Robux. Ik heb het gedaan. Werkt het? Ik hoop het. Oh nee. Zijn kooi gaat open. Ik ben aardig. Ben jij dat ook? Oh nee. Oh snap. Oké, misschien was het geen slim idee om hem uit de kooi te laten. Maar wacht, kunnen we dan hetzelfde doen bij bijvoorbeeld blauw? Oh, dat zou zo grappig zijn. Oké, nee, helaas niet. Je kunt maar één Rainbow Friend per keer eruit laten. En aan deze enge oranje te zien, mag ik daar misschien wel blij mee zijn. Weet je wat, ik heb een idee. Wat nou als ik mezelf in oranje verander? Misschien hoeft hij me dan niet meer aan te vallen. Kijk, ik ben oranje. Wij kunnen beste vrienden zijn. Nee, deze oranje is inderdaad niet... wat hij zou moeten zijn. Wow, en dit is hoe het eruit ziet als we zouden willen spelen als de soort van mislukte Blue. Dude, dit is echt serieus zo creepy. Hij heeft letterlijk spikes op zijn rug en zijn kroon is nog steeds kroonachtig. Ik weet niet wat ik hierover moet zeggen. Het is gewoon anders. Nu ben ik eigenlijk wel blij met hoe blauw eruit ziet in het spel. Is dat raar om te zeggen? Wacht, waarom is de rode zoveel goedkoper dan de blauwe? Ik had beter alleen de rode kunnen halen. Ach ja, nu hebben we de blauwe en de rode. En misschien vind ik de rode er nog wel epischer uitzien. Oh man! Maar wacht eens even. We hebben hier allerlei deuren. Wat als ik nou gewoon een random deur uitkies? Laten we bijvoorbeeld gaan voor de groene. Dat ging iets te snel. Wacht, kan ik mezelf ook hierin veranderen? Oh man, ben je serieus? Vooruit. Maar toch, zo hebben we wel ervaren hoe het is om tijdens Halloween met de Rainbow Friends te chillen. Of nou ja, niet per se tijdens Halloween, maar in de aanloop er naartoe. En ik vind het eigenlijk best wel gaaf. Dit is dus eigenlijk hoe Blue eruit zou zien als die in Five Nights at Freddy's zou zitten. En de jumpscare... Maar mijn favoriet is denk ik toch wel de gele Blue. Omdat veel mensen denken dat we die gaan zien in chapter 2. Oké, deze keer zijn het papieren vliegtuigjes die door een regenboog UFO in de pot worden gegooid. Dat is vrij random. Doei UFO! Oh, maar dat moeten er wel een hoop zijn. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon voor 3, 2, 1. Nee, weet je? Ik ga voor 4, 3, 2. Ken je dat? Dat je gewoon echt je antwoord 5 keer verandert? En natuurlijk zit dan waarschijnlijk het goede antwoord ertussen. Maar omdat je het zo vaak verandert, heb je het alsnog fout. Oké, hoeveel zijn het er? Het zijn er... Ik zat heel dichtbij, denk ik, of niet? Ja, ik heb het beste geraden. Let's go. Ik had er maar 3 minder dan dat het echt was geraden. Dat is extreem goed. Abonneer voor meer en adios.